Goedendag. Vandaag hebben we het over een heel bijzonder lichtverschijnsel dat we in Nederland eigenlijk vrijwel nooit zien. Maar in de zeer koude plekken op aarde, daar komt het toch wel af en toe voor. We hebben het over dit verschijnsel, light pillars, zoals ze wel worden genoemd in Engeland, Amerika. Lichtzuilen, lichtkegels. Het zijn deze banen met licht die soms heel kleurrijk kunnen zijn. En wat je daarvoor nodig hebt, is eigenlijk ontzettend lage temperaturen. Nou, die heb je nou wel in grote delen van de Verenigde Staten en Canada. Met afgelopen nacht wederom op zeer uitgebreide schaal diepvriestemperaturen. Min 20, onder de min 30. In het noorden van Dakota min 38. In delen van Canada min 40 tot lokaal zelfs min 49 graden aan toe. En in zo'n ijzig koude atmosfeer zit weliswaar weinig vocht. Maar het vocht dat aanwezig is, bevriest vaak tot hele kleine ijsplaatjes. Zeshoekige kleine kristalletjes. En wat je dan nodig hebt voor dit bijzondere verschijnsel is een aantal lichtbronnen aan de horizon. Dat kunnen dus lampen zijn, straatverlichting of een voetbalstadion. En als je dan staat te kijken op afstand, dan krijg je dit effect. De lichtstralen die reflecteren aan de ijsplaatjes, bereiken zo de waarnemer. En als je dan hier staat, dan lijkt het eigenlijk alsof het licht, de lichtstraal kan je doortrekken, vanuit deze richting komt. En dat vormt het verschijnsel, de light pillar, de zuil van licht in de kleur van de lamp op de grond. De lichtkegel die hier op die foto's is te zien. Hier nog zo'n voorbeeld in Canada van een paar nachten geleden. Dus verschillende kleuren, ijskristalletjes in de lucht bij zeer lage temperaturen. Een buitengewoon zeldzaam verschijnsel. Ook in de wintersportgebieden krijg je wel soms de meest mooie haloverschijnselen te zien. Hele mooie collectie met zogenaamde ice nebel foto's vinden we op deze website www.glory.de. En ook daar kun je te maken hebben met zeer lage temperaturen natuurlijk. In die wintersportgebieden, min 10, min 20, soms nog wel lager. En de ijskristalletjes kunnen dan ook daar de prachtigste halo-verschijnselen geven. Dit zijn dus geen halo's in cirrus, in sluierbewolking, zoals wij ze meestal al zien. Maar puur in de ijskristalletjes die op geringere hoogte in de atmosfeer voorkomen. In Nederland kan je soms wel ook een light pillar zien, maar dan bij ondergaande zon of opkomende zon. Zoals deze foto via www.weerwoord.be. Hier de zon en hier inderdaad zo'n light pillar door kleine ijskristalletjes, lage temperaturen. En dan krijg je dat te zien. Wij spreken dan meestal van de zuil of de zonnezuil. Dit lijkt erop, maar het is toch heel wat anders. Dit is een klein stukje van een regenboog. Natuurlijk ook een soort van haloverschijnsel. Breking van licht in dit geval in waterdruppeltjes. Ja, dat levert natuurlijk ook soms de meest mooie foto's op. Kleuren aan de lucht. Soms een prachtig vuurwerk. En dat is natuurlijk wat we komende nacht ook hebben. Het is nieuwjaarsnacht. De jaarwisseling. Maar dan kan het wel zijn dat de wind een beetje roet in het eten gooit en sommige grotere georganiseerde vuurwerkfesteinen worden misschien zelfs afgeblazen door de vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. En dan trekken er ook vannacht nog wel een paar buien over het land. Hoe dan ook, ik wens u ook namens al mijn collega's het allerbeste voor het nieuwe jaar 2018. Een knallende jaarwisseling, een inspirerend en wat mij betreft ook heel duurzaam nieuwjaar. Tot gauw!